aanwezigheid. Nou, zoals Walter aangaf, ik ga het over RFID security hebben. En met name ook met even focussen op proprietary cryptography. Dat is systeemgeheimen van bedrijven. Ze proberen zelf een cryptografische algoritme te bedenken, zelf in de markt te zetten. En dat bedenken ze met misschien een paar slimme, knappe koppen in een kantoortje. Maar ja, het bedrijf realiseert zich niet altijd dat, dat zo'n algoritme ook zwakheden kan hebben, omdat het gewoon niet erg goed getest is. Ik heb het niet over de minste of de kleinste bedrijven, het zijn vooral de multinationals die hier zeg maar, eigenlijk schade aan maken. Ik wil eigenlijk beginnen, en dat is met het einde, met mijn aanbeveling. Ik dacht, ik draai me zo om. En ja, ik wil graag even stilstaan bij bijvoorbeeld wel een goed algoritme. DES, dat is al wat ouder, 1977 op de slide. Ja, het is voordat ik geboren ben eigenlijk, is het officieel geïntroduceerd. Het is geloof ik 5 jaar voor zelfs al bedacht. En dit algoritme wordt nog steeds gezien als een veilig algoritme. Je moet echt een flinke computer hebben om, om een sleutel te achterhalen. En natuurlijk met de huidige capaciteiten, ja, je kan misschien een rijtje GPU-kaarten achter elkaar zetten, kun je het ook doen. Maar alsnog, je bent een aantal, laten we zeggen, als je binnen een paar dagen klaar bent, dan ben je toch wel een paar duizend euro van kwijt. En dat is niet te zeggen over veel andere algoritmen. Nou ja, heel snel daarna kwam TripleDesk, ook zelfs voor de 1 jaar voordat ik geboren. En nou, dan hebben we het al over een key size van 112 bit, complexiteit van 2 tot 84ste. En ja, het is toch echt, dit soort algoritmes zijn nog steeds ja, een stuk beter dan, dan wat ik even zo meteen ga opfrissen. Het is al wat meer in het nieuws gekomen. Toch is misschien wel even goed bij stil te staan dat dit goede algoritmes zijn, maar dat als je ze slecht gebruikt, dat er dan eigenlijk net zoveel fout is met je hele systeem. Mijn overzicht ziet er daarom ook als volgt uit van de presentatie. Is dat, allereerst ga ik nog even wat vertellen over proprietary cryptography. Een aantal voorbeelden aanhalen die we dus kennen uit die gebroken zijn de afgelopen jaren. En die dus ook praktisch misbruikt zijn. Of dat je zelf kan doen, zeg maar. Zo simpel is het. Daarna wil ik nog even ingaan op een laatste onderzoek dat we hebben gedaan. En daarin, dus sinds 2 weken geleden hebben we dat gepubliceerd en online gezet. En daarin laten we zien dat weer een soort van een access control kaart voor RFID, vergelijkbaar met de MiFi Classic. Dit keer wel een kleiner broertje, maar 300 miljoen keer verkocht ongeveer, niet een miljard keer. Maar zeker ook. Volledig de plank mislaten op het gebied van security. En dat is toch jammer voor een product wat eigenlijk alleen maar verkocht wordt voor security doelwijnen. Kijk, dit is. Nou, we hebben natuurlijk AES, en die kan natuurlijk niet mijn slide missen. 2001, dus al meer dan 10 jaar geleden nu. En wij, helemaal als universiteitsonderzoeker, hopen natuurlijk dat dit is wat mensen gebruiken, willen gebruiken en eigenlijk alleen maar willen gebruiken. En niet over ander soort cryptografische algoritmes of frutsels willen nadenken. Toch in de praktijk lijkt het anders. Dan wil ik even beginnen met Legit Prime. Afgelopen februari is een Financial Crypto publicatie geweest. De eerste presentatie door twee Duitsers, Carsten Nol en Henry Platz, is al in 2009 of zo, in december 2009. En dat is toch wel interessant, want ze hebben een product onderzocht. Hebben ze hardware eraf gesliced, reverse engineerd, hoe werkt het, wat voor soort encryptie heb je. Het hele product had niet eens encryptie, bleek uiteindelijk. Het was alleen maar het geheim houden van het beetje obfuskeren van hoe het heen en weer stuurt, de gegevens. En daarnaast had het ook nog een soort van trust model, met de chains van als iemand een bepaald soort bitje heeft staan, dan heeft hij meer rechten dan als je het bitje niet hebt. Maar dat je dat soort dingen ook gewoon kan voortje, dus dat je kaarten kan creëren met de Uber-bitjes. Het wordt gebruikt in vliegvelden, in kernreactoren, parking, e-cash, allemaal dergelijke producten wereldwijd. En ik heb
key hem even neergezet. Het is, het is geen key eigenlijk. Het enige wat het doet is een stukje willekeurige byte, zegt hij. Dus valt ook niet eens. Dus een halve byte. En een tweede gedeelte wat een beetje staat te obfuskeren met wat bitjes. Daardoor lijkt, als je dus naar de bitjes die over de lucht heen dichtcommuniceerd worden door een kaart en een laser, die lijken, daar kan je niet zoveel van maken. Maar als je er dus diep in kijkt, dan zie je dat het gewoon puur een simpel, lijkt meer op kleuterschool berekening dan een fatsoenlijke crypto. Dus dit is eigenlijk te breken binnen no time. Nou, dan wil ik even stilstaan bij de Marfa Classic. Heel veel mensen kennen het product. In Nederland wordt het heel veel gebruikt. Militaire basis bij eigenlijk alle overheidsgebouwen. Alle gevangenissen hier in Nederland. Natuurlijk ook over chipkaart. Breed uit de nieuwsbrief. En dergelijke dingen in wereldwijd. Banken in China. Ja, dus de MiFi Classic heeft een 48-bit sleutel, is nu ook niet echt meer geniaal, maar er zijn nog andere zwakheden. En dat is wel heel interessant in deze proprietary cryptography. Wat je ziet is dat de zwakheden vooral niet zitten in dat de key size zo klein is. En dat we zeggen, ja, maar daar zijn we het gewoon lang overheen gegroeid, want dat was 10, 20 jaar geleden. Maar het gaat erom dat in het design is er wat fout. Gewoon het ontwerp. Maar er wordt een berekening gedaan, maar de berekening is niet goed. En als je er goed naar kijkt, dan kan je de helft van de berekening wegstrepen. En dan zeg je, ja, want die staat gelijk in die, dus dan heb je dat weer nodig. Dus heb ik maar de helft nodig, dus heb ik maar de helft van de key nodig en dan kan ik hetzelfde. Nou ja, de helft is dan in dit geval niet zo heel veel, dan heb je 2 tot de 47ste. Maar als je dus heel veel kan gestrepen, nou, dan ben je al vrij snel. Ja, aanvallen op MiFi Classic die zijn te doen zelfs onder de complexiteit van 2 tot de 20ste. Nou, dat kan op een Game Boy. Dus. Verder hebben we nog een Crypto Memory. Dat is speciaal gemaakt voor een anti-counterfeiting. Dus dat je bijvoorbeeld in inkkaart dat je ziet veel. Dat je geen kopie krijgt, een Chinese klon. Maar je ziet het ook in Vegas chips. In de Zoom player heeft het een soort van DRM. Sleutel op te slaan, zodat digital right management gehandhaafd wordt. ik geloof ook dat het in Nvidia-kaarten zit, om de HD-protectie. In dit soort systemen kom je het vooral tegen, maar ook er is zelf een smart card die heet Crypto Memory. En daar heb je een contactloze variant van voor ook weer access control, een soort bedrijfsbeveiliging. Ja, het algoritme is ook een proprietair algoritme, is een stuk recenter, 1999. Het is ook wel iets sterker dan, het is gebaseerd op een ander proprietair algoritme wat ze hadden voor secure memory. Secure memory, dat is ook dat komt standaard van voor 1999, maar dat is echt een belachelijk product. Dat algoritme, het lijkt heel erg op wat je hier ziet. Alleen bij de crypto memory hebben ze bedacht, ja, we kunnen het iets verbeteren door de loopjes wat vaker te laten lopen in plaats van één keer. En dat inderdaad, dat helpt een beetje, maar als je er goed naar kijkt en ook kijkt naar de theorie, dan zie je dat het weer eigenlijk gebroken is. En dat de complexiteit naar, bij secure memory is het dus eigenlijk weg te denken. En in crypto memory kun je met 24 afluisterende sessies, nou ja, een sessie afluisteren, het kan binnen enkele milliseconden. Dus dat afluisteren heb je ook gedaan. En dan wel een paar dagen kan je hem berekenen. Nou, ik samen met een collega uit Leuven hebben gekeken of we ook nog een DPA-aanval kunnen doen. Dat betekent dat je dus gaat kijken naar de powerconsumptie van deze chips. Nou, en dan blijkt helemaal dat je alleen maar met de chip hoeft te praten om echt de sleutel eruit te krijgen. Interessant daarin is. Er zit namelijk een authenticatie counter op, dus je mag maximaal 8 keer een authenticatie doen. Nu mag je 8 keer fout, dan blokkeert de kaart. Alleen, ja, interessant is natuurlijk dat je moet dat wel goed opzetten. Je moet dan, als je zoiets doet, dan moet je dus in je authenticatieprotocol beginnen met de counter naar beneden te doen en dan de authenticatie gaan controleren. In dit geval is het, we
gaan eerst de authenticatie controleren en als het fout gaat, dan doen we die counter naar beneden. Dus wat wij deden is, we doen die authenticatie tot aan dat het gecontroleerd wordt. En dan kunnen we zien wat het antwoord is en dan gooien we de stroom eraf. Dus ja, dan komt hij zijn counter niet meer naar beneden. Ja, en dan scheelt het, dan kun je het makkelijk 100 keer doen en 100 heb je een aantal, of je hebt een paar milliseconden, maar 100. En dan heb je dus binnen enkele seconden toch de sleutel uit je kaart. DST, dat is Digital Signal Transponder, dat is Text Instrument. En het wordt heel veel gebruikt in immobilizers, schakelonderbrekers. Dat is interessant, dat is al gepubliceerd in 2005. En daar hebben ze een soort, wat kan je ermee en hoe werkt die crypto? Is die goed? Nou ja, het was een algoritme van maar 40 bits. In dit geval is wel echt een krap aan, zeg maar. Ik bedoel, Beechik is nog erger, maar 2 tot de 40ste, dat is inderdaad wel aan het einde van waar we nu aan moeten denken. En zoals je ziet, eigenlijk de machtigste attack hier is brute force, maar er zitten ook, afzien van dat, het is een unbalanced cipher. Het lijkt een beetje op een Faisal-netwerkje, maar als je hiermee het is bijna niet de moeite waard om er nog een cryptografische aanval op te bedenken, omdat je gewoon met je huisstaande keukenlaptop, zeg maar, je de key kan berekenen. Maar voor ons cryptograaf is het interessant om te kijken van, hey, wat is nou, ook nog echt een complexiteitsvermindering mogelijk door het algoritme bijvoorbeeld automatiseren. Dan heb je nog Hightech 2, dat is wordt ook gebruikt in auto's, iets meer auto's. En dat is een product van NXP en het wordt ook in access control gebruikt. Tegenwoordig heb je hybrid chips, dus dit zijn die remote waarmee je dus de deuren opent. Maar ja, het is de startontbreker zelf, dat hebben mensen vaak niet door, die zit toch echt gewoon bij waar je je sleutel zeg maar instopt. In het contactslot, er zit een ring omheen, dat is de antenne. En daar de sleutel in die draaien om. Dat stukje metaal is eigenlijk voor de sier. Maar de chip die in je sleutel zit, die communiceert met die ring die om je contactslot zit. En daar communiceert hij zeg maar gewoon een authenticatie. Er zijn ook een aantal publicaties over geweest. Ik denk nog niet dat dit het einde is over dit product, aangezien er nog niet helemaal een praktische aanval is. Het wordt heel veel gebruikt, het wordt nog steeds heel veel gebruikt. Maar ja, de key size is ook maar 48 bits. En met de huidige publicaties die er is, duurt het 6 uur om een sleutel te achterhalen. Ja, dat is vrij lang om een auto te stelen. Maar het zijn wel algoritmes die. Kijk, 2 tot de 48 zou eigenlijk betekenen dat je echt. 2 tot de 48 kom je dan neer op ongeveer een maand, misschien 2 maanden rekenen op een laptop. Natuurlijk, als je dan 60 laptops hebt, is het weer 1 dag. Maar als je hier naar kijkt, dan is 6 uur natuurlijk wel een ander verhaal dan 2 tot 48. Ja, welke van die systemen zien daar een ander op slot? Geen idee. Heeft u er een die ik kan bekijken? ik heb ook helaas nog geen kunnen verwachten. Ja, dat is makkelijk. Dat lijkt me niet zo. Ja, als iemand er eentje heeft en ook niet zijn hand op wil steken, dan mag je dat. Ik heb interessant, ik lijk ongelooflijk veel op die Minecraft Classic, hè? De vorige, sorry. Ja. Is het bijvoorbeeld dit is wel heel leuk. Ik heb even de cijfers erbij geplakt, hè. Dat is wel interessant te zien. Dit is de Minecraft Classic. En zoals je ziet, hij lijkt inderdaad heel erg op. Het is één grote boze linear shift feedback register. En dan heb je een 2 traps filter function met aantal poorten. Wat wel opvalt bij deze, tenminste, onze gelijk op doel is dat je ziet daar die tabs, die is naar beneden gegaan naar de cryptografische functie, de non-linear function. Die is alleen maar op de oneven positie. En dat betekent, doordat het een bitregister is, dat als die dus één keer schuift, dat je dan dat al die pootjes op andere posities staan, die dus volledig los van elkaar gezien kunnen worden. En als je dan nog een keer dat bitregister schuift, dan worden 19 van de 20 bitjes herbruikt en 1 bitje is maar nieuw. En 1 bitje valt eraf. Nou, dat is het verschil met dat andere algoritme wat we net zagen. De Hightech 2. Hier zie je die tabs toch al op een meer onregelmatige manier naar beneden wijzen.
waardoor die specifieke aanval niet mogelijk is. Omdat die specifieke zwakheid er niet in zit, want die zwakheid is heel makkelijk aan te vallen. Dus ik weet niet of je dat begrip hebt. Ja. Nou dan, en de keylock is ook, ook nog in de autobranche. Is ook ja, best wel in het nieuws geweest, is vooral voor verre afstanden, 30 meter ongeveer. En zo voor garagedeuren wordt het veel gebruikt. En in Bochum Universiteit zijn ze daar erg druk mee geweest. Hebben daar wel mooi voor elkaar gekregen. De manufacturer keys op een gegeven moment achterhaald, waardoor ze twee keer maar hoefden te luisteren of in de buurt te komen van van iemand die zijn auto probeerde te openen. En ja, als het ware konden wegrijden met die auto. Het is een, ja, het is toch best wel ook weer een vreemd algoritme wat ze zelf bedacht hebben. We hebben Microchip in Japan. Maar het is, doordat ze weer een aantal implementatiekeuzes hebben gemaakt met een soort van master key en een subkey die daarmee een afgeleide van is. Maar ja, als je dus eenmaal die master key hebt achterhaald, op welke manier dan ook, maar je moet er gewoon vanuit gaan dat soort dingen kunnen uitwerken hoor. Dan moet niet zeg maar dan ineens de hele wereld met alle auto's instorten als maar. Ja, een andere proprietary cryptography is de satelliettelefoon is ook een recent voorbeeld. In mei wordt het officieel gepubliceerd, maar het document is al te vinden. Waarin de twee type satellietfoons, eigenlijk de twee die verkocht worden wereldwijd, die reverse engineered en aangevallen. Dektelefoon is al meerdere keer gedemonstreerd, GSM, Bluetooth en de DVD. Ik denk niet eens meer over na dat die beveiligd was, maar dat was ook wel. Die hebben we dan al gezien. Ja, wat is nou echt, als we het tegen elkaar op, naast elkaar zetten, dus ja, wat is het nou precies? Ja, de proprietary VS standard, het is toch echt, ja, waar je op uiteindelijk op aankomt is dat het, ja, die geheimen die zo'n fabrikant probeert te stoppen in het algoritme en dan ook te zeggen van hey, maar ja, dit algoritme is echt al veilig, want we hebben er goed naar gekeken en we hebben het al verkocht aan die partij en aan die partij en aan die, oh ja, het zijn ook grote partijen, dus weer een klant hebben ze in de pocket en zo groeit zoiets. En op een gegeven moment heb je echt een vendor lock-in, dan kan je nagaan bij een gsm toestel, je kan op een gegeven moment wel zeggen, ja, dat gsm-cijfer dat is echt heel slecht, ik heb een andere en mijn telefoon werkt veel beter. Dat betekent dat je niet kan bellen met alle anderen. Ja, dat verkoopt niet heel handig. Dus, maar op die manier proberen dus fabrikanten hun klantkring heel erg gebonden en dichtbij te houden. En ja, ze proberen het veilig te houden door te zeggen dat nee, zoveel mensen hebben het al gekocht. Ja, ik vind het niet, wij hebben niet echt een argument dat. En als je daadwerkelijk gewoon het cijfer opengeeft, gewoon vrijgeeft, hey, hier is het, en kijk ernaar, dan is het vaak met dit soort cryptografische algoritmes. Is het zo dat binnen 3 weken is eigenlijk alles al klaar. Dan heb je meerdere aanvallen, heb je vaak zelfs nog een praktische aanval uitgeprogrammeerd. En dat is natuurlijk heel anders bij als je zo'n ander algoritme neemt, zoals DES, of meegedaan met de Challenge en de AES, waar ongeveer 30 voorstellen voor waren en uiteindelijk maar eentje erdoor is gekomen. Maar als je ervan uitgaat dat zo'n algoritme uiteindelijk toch openkomt, en getest wordt door hackers, door misschien onderzoekers, door misbruikende criminelen of iemand anders die daar interesse in heeft, dan kun je maar beter gewoon eigenlijk de koninklijke weg kiezen en gelijk beginnen met een open cijfer. Dan kom je niet achteraf achter dat je miljoenen producten hebt uitgerold met een, ja, toch een slecht algoritme. Nou, dan wil ik even focussen op iClass, een Pico-tas. Dat is een, kijk, iClass is een product van HID Global en het is gebaseerd op PicoPass, dat is een product van Inside Secure. Het is onderzoek van mijn groep, Gerard Koning-Gansen hier ook in de zaal, andere collega Flavio Garcia en een Duitser Milos Miriak. We hebben hier naar gekeken, omdat het een ook in dezelfde branche zit van de Radio Frequency Access Control. En hun focussen echt 100% op secure products. Dus bijvoorbeeld NXP die maakt ook sensors voor licht. Maar hun maakt eigenlijk alleen maar toegangscontrole. Dus we hadden eigenlijk de hoop dat dit een fatsoenlijk
eigenlijk een uitdaging voor ons zou kunnen zijn. En als het ook daadwerkelijk goed bleek zijn, dan hadden we ook gehoopt om het te kunnen herbevestigen dat het goed was. Helaas moet ik iets anders vertellen dan meteen. In ieder geval, ik zal even het product verder introduceren. Het is een smartcard gebaseerd op twee contactloze standaarden. Dus het is compatible met de meeste lasers dus wel. Het is eigenlijk in de markt gezet om de HID Prox te vervangen. Prox is de low frequency variant. Dus iedereen, er zijn nog steeds bedrijven die met de Prox variant werken. Maar goed, er zijn ook bedrijven die of later ingestapt zijn of gemigreerd zijn naar een nieuw product, namelijk de iCloud. Die hebben wel een kat in de zak gekocht. Want het product is niet heel veel beter, maar de Prox was nog erger, want het was gewoon een nummer dat ongeveer tot een meter in omtrek van de persoon uitgezonden werd. Dus ja, dat is het enige wat er kwam geen cryptografie in het pas. De MyFair wordt nu ook wel in de markt gezet als een soort van migratie. Oh ja, MyFair Classic is heel slecht, wil je niet meer hebben. Je wil echt dit product, de iClass kaart. Dit is waar het al nu al gebruikt wordt. Een klein enkele voorbeeld, er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. In banken in Amerika, in militaire basis, op Pearl Harbor bijvoorbeeld. Ja, je hebt, wat nu ook een heel hot item is, wachtwoord alleen maar één enkele authenticatie, zeg maar. Dus alleen maar username wachtwoord, maar multi-credentials. Dus dan zeggen ze, je moet een smartcard hebben en een username wachtwoord. Nou, dat bieden hun aan in Navico, dat werkt ook met de iClass dan samen. En het wordt geïntegreerd in Dell laptops en zo. Dus in ieder geval, ja, daar wordt ook vrij veel in gebruikt. Dus. Het is heel even in een overzichtje gezet. Ja, dus de sleutellengte. En dan nog even wat ze zelf zeggen in hun brochures. Ja, ik kan niet echt doorgaan met allemaal quotes uit hun brochures. Want het is echt een bedrijf dat op beveiliging probeert te boosten. Dus ze hebben echt alle leuzen die er bestaan en alle die hebben ze in een mooie shiny brochure staan. Maar ze zeggen ook inderdaad echt dat het een officiële migratie is, tenminste vanuit hun kant gezien, voor de marketplace. Ja, het is één ding wat ik gelijk even zeg maar, duidelijk maken. Er zijn twee soorten. Je hebt de standaard en die is verreweg het meest verkocht. Ik heb percentage weet ik niet, maar ik denk 80% wereldwijd. En daarvan is in alle lasers wereldwijd die met de standaard werken, die gebruiken dezelfde master key. Dus alle kaarten hebben een gediversifieerde sleutel. Maar in een gediversifieerde sleutel kom ik zo meteen op hoe dat precies werkt. Maar de master key, dus echt de hoofdkey waar alles van afgeleid wordt, is overal hetzelfde in die lasers. Ja, goed, wij hebben even naar gekeken en eruit gevist. En zoveel werk was het niet. Laat zo meteen ook zien hoe je dat zou kunnen doen. Als je zelf een lasertje op eBay koopt. Die zijn gewoon vrij te vinden. Voor een paar tientjes. Dan kom ik even op iClass Elite. Die hebben een eigen master key. Je kan een customized master key krijgen voor je bedrijfpand bijvoorbeeld, of je bedrijventerrein. En dan worden al jouw kaarten echt specifiek gepersonaliseerd met deze custom key. Kost je wel 2 tot 3 keer zoveel en hun beheren die sleutel, of je zou het eventueel ook zelf kunnen doen, maar ja, ze raden aan dat hun je sleutel laten beheren. Ook wel interessant, en dat werkt op een heel ander algoritme, of althans diversificatie-algoritme, dus hebben we ook even ingedoken. En vooral de Elite was voor ons vrij schokkend, aangezien die duur is en nog hoger werd aangeprezen als high security. Dat is een klein, ik zal hier snel overheen gaan, dus een klein overzicht van hoe het geheugen indelen van zijn kaart zit. Maar je hebt altijd dit soort dingen, zo'n soort van memory, dus je hebt een serienummer waar dan zo'n ding gediversificeerd wordt, dat is dan een eerste blok, dat zijn allemaal bloks van 8 bytes. En dan heb je nog wat informatie verder, de sleutels, die zijn dan weer niet uitleverbaar. Je moet eerst authenticeren voordat je bij deze applicatie op kan komen, of de tweede applicatie. Wat we gedaan hebben, is we hebben
onze oude vriend weer bijgepakt. Een maakster op een Proxmark. Dat is, daar hebben we mee gekeken naar de open chipkaart. Daar heeft Gerard destijds de firmware voor geschreven. En daar hebben we weer naar gekeken. Nu wou we namelijk de firmware uitbreiden. Het is een heel generiek apparaat met een FPGA'tje. En, je kunt er van een antenne aan. Eigenlijk is het gewoon een bord of een koperdraad. En die kijkt puur naar de 1 en 0 die over de lucht gaan. En puur daarom kun je kijken van, zit er misschien nog extra informatie in die ik niet zeg maar mijn pc'tje te zien krijg, maar die wel door de lucht gaan. En vooral omdat dit soort proprietary systemen heel erg gesloten worden en helemaal niet open zijn wat er nou precies gebeurt, willen we eigenlijk gewoon op het laagste niveau kijken, hoeveel berichten gaan er nou van A naar B en terug. Want dan kunnen we dan kunnen we daar misschien een model van maken van, hoe werkt het nou precies? Dit is een lasertje op eBay koopt voor een paar tientjes. Dit is een kleinere variant, maar die heeft precies hetzelfde. Er zit zo'n hars omheen gegoten. Maar dit was een maandagochtend. Want deze hars was nog niet hard geworden, dus die kon er gewoon afpeuzen in de nagel. Maar er zijn ook gewoon geen kaling voor bij mij. Wat je kan doen, dat is wel interessant, want we laten het zo zien, maar hier aan de achterkant zitten gewoon een paar pinconnectoren. En dan kun je bij de PIC microcontroller. En de PIC microcontroller is heel interessant, want die heeft een aantal opties. Je kan hem blokkeren dat hij niet uitleesbaar is. Dus je doet je firmware op flash en daarna lok je de dingen en zeg je mag hem niet meer uitlezen. Je mag er niet meer eens mee op schrijven. En je kan alles helemaal lokken. En dat is wel op zich goed aan te bevelen. Maar nou is er nog een andere optie die ze hebben bedacht. En dat is, dit noemen ze table read. Nou, dat is een hele rare benaming. Maar ja, goed, als je erover nadenkt, je kan een soort van algoritme bedenken waarmee je een table lookup kan hebben. En dan moet je dus constanten in je geheugen gaan zetten waar je dan uit gaat lezen. Maar dan moet je dus in je eigen code gaan lezen. En waar het op neerkomt is, heb je toegang om je eigen programma, je eigen EEPROM zeg maar, uit te lezen of niet? En vaak worden dingen zo geprogrammeerd dat dat wel moet. Dus die lockbits die worden niet gezet. En dan betekent het dat je het volgende zou kunnen doen. Namelijk, dit zijn twee stappen. Eerst doen we de linkerkant, de drie kolommen daar. Je hebt het origineel. Dan heb je een bootblok en je hebt de rest van de blokken. De bootblok doet daar niks, alleen dan misschien opstarten en naar een willekeurig adres in een van die 0 tot 4 blokken, 0 tot 3 springen om code te gaan uitvoeren. Nou ja, wat we hebben gedaan is we hebben de bootblok overschreven met een memory dumper die dus de EEPROM uitleest en gewoon over de seriële poort naar buiten spuwt. Wat we dan hebben is een bijna complete EEPROM, behalve dan de bootloader, dus we zouden niet terug kunnen flashen, want dat werkt niet, we missen nog een stuk geheugen. Maar we hebben een tweede laser verkocht, ook een paar tientjes. En toen hebben we gewoon aan het einde de dumper gezet. En toen hebben we de bootblok gedumpt. De dumper hebben we aan het einde erin gezet en hebben we deze blokken leeg gemaakt en konden we de bootblok dumpen. Het was interessant op die manier, want toen hadden we dus de firmware volledig achterhaald van deze laser, konden we hem terugflashen, het bleef steeds werken en toen konden we gaan kijken, hoe werkt die nou precies? Hoe sterk ook, kon gewoon gaan debuggen, gewoon in het assembly meekijken hoe berekeningen gedaan werden. Zoals je ziet, je hoeft niet eens de hars eraf te halen. Ja, sorry, Conor. Korte vraag, dus hadden de programmeerfuses niet opgeblazen op die chipjes? Zoals ik zei, de programmeerfuses om te schrijven waren opgeblazen, om te lezen waren opgeblazen. Maar de PIC microcontroller heeft altijd de optie om dat ding te formateren. En dan worden de fuses die opgeblazen zijn weer in leven geroepen. Maar dan wordt hij wel helemaal leeg gemaakt. Ja, okay. Maar de PIC microcontroller heeft ook de optie om een blok, specifiek blok, te formateren. En dan worden alle lockbits gelinkt aan dat blok ook gereset. Dus op die manier kun je dus een deel formateren en laten resetten. En dan een dumper erop flashen om de rest eruit. Dit is dus via de achterkant, gewoon via de pinnetjes die daar beschikbaar zijn op een lasertje, onder een debugger. Dit is wat we achterhalen, het authenticatieprotocol.
je ziet dat die twee max berekent, dat is zeg maar het proprietary algoritme hier. En het is niet echt encryptie omdat hij hierna geen versleuteling meer heeft. Dus, maar we proberen zich te focussen op de, ja, hoe werkt die MAC-berekening nou en waarop is het nou gebaseerd? Op welke sleutel? Want ja, zoals ik zei, het is een diversificeerde sleutel. Maar je ziet hier, dit zijn de berichtjes ongeveer zoals die gestuurd worden. De kaart die stuurt eerst een identity naar de lezer toe. Daarbij stuurt hij ook nog een challenge. Ja, dat is niet een nonce, zoals we wel vaker zien, dus een random getal. Maar in dit geval is dat een stuk geheugen wat gewoon opgeslagen is op de kaart. En dat principe is al niet wat je zou willen, want dat betekent dat je dus heel makkelijk een replay attack kan hebben, omdat je geen willekeurig getal vanuit de kaart hebt. Vanuit de lezerkant komt gelukkig wel een random getal, dus er zit nog wel iets van random in dit protocolletje. Maar een replay op de kaart is dus altijd mogelijk als je authenticatiedata hebt vanuit de lezer. Wel verder techniek in. Ik denk dat het leuk is om gewoon even door te gaan. Ik wil even toch wel even. Ja, sorry. De reader nonce. Die komt uit het geheugen van de reader. Oh, de reader nonce die. De kaart challenge. Oh, de kaart ja. Oké. Okay. Dus de reader nonce is wel een. Ja, is gewoon een random nummer generator. Ik hoop niet dat die. Heb je genoeg challenges gedaan dat heb je ook de geheugen van de kaart? Nou, het is gewoon het eerste blok bij de kaart. Maar dus. De eerste, niet de allereerste geloof ik, of de tweede is, noem het e-person, wil vaak namen geven. Maar het is gewoon iets wat je eigenlijk ook na je authenticatie hoort te updaten, want dan heb je gewoon een nieuwe card challenge voor de volgende keer. Maar ja, wat in praktijk natuurlijk niet altijd gedaan wordt, en ja, daardoor heb je niet echt een verse sessie elke keer. Dit is in ieder geval het cijfer zoals wij, zoals wij het hebben gevonden. Ja, je moet zien dat het een representatie van bitjes. En dit zijn twee bytes, als het ware, die in een Fibonacci-opstelling zitten. Die een optelling die de hele tijd een modulo 2/16 aan het optellen zijn. Er zijn twee LFSR'tjes, eentje van 8, eentje van 16. En ja, we hebben gewoon even hiernaar gekeken. Dus van, goh, wat gebeurt er nou? En dan is er wel heel snel dat je hier, dat dit ons opviel. Namelijk, dit LFSR'tje heeft maar één input, en dat is de laatste bit van register R, zoals we hem daar noemen. En dit register zelf heeft weer invloed op die modulo addition, die dan uiteindelijk weer terechtkomt in hier. Nou ja, je kan hier een beetje denken van, hoe zit het nou, hoe werkt het nou? Maar als je misschien gewoon vertaalt in van, hey, dit zijn dus gewoon nummers. Die bij elkaar opgeteld worden en uiteindelijk weer modulo gedaan worden. En dit bitje gaat even hier toe. Maar dit is natuurlijk het laatste bitje. Dus als je bijvoorbeeld alleen maar één getal hebt, dan is dit bitje altijd nul. Of alleen maar onneven. Als je dus bepaalde sleutels kiest, dan heb je al heel snel. Nou, dat zou dus betekenen als ik allemaal sleutels kies die het laatste bitje een nulletje hebben, dan worden de additions ook altijd nul. Dat betekent dat hier op een nul staat, dus dat betekent dat dit register leeg blijft. Nou, zo ga je heel snel kan je in een algoritme gaan kijken van ja, hoe kan zo'n keuze ooit gemaakt zijn? Maar ja, helaas is daar dan toch niet over nagedacht, er is niks over gedocumenteerd. Wat we wel dan tegenkwamen is dat in het key diversificatie algoritme, dat ze dat hebben proberen te repareren. Dus uiteindelijk zijn ze wel achtergekomen dat een encryptie algoritme slecht was, of dat er een fout in zat. En dan hebben ze daarna een soort van heel grote pleister omheen proberen te plakken om het daarmee te proberen te reageren. Dat is ook niet helemaal gelukt. Zoals je hier ziet is de key diversificatie, alleen dan in een soort van concept hoe het normaal gesproken zou werken. Dat is, je hebt een kaart, die komt bij een laser en die stuurt eerst de identifier naar de laser toe. En de laser, de kaart weet ook niks, die weet niks van de master key, bijvoorbeeld. Die heeft alleen maar zijn eigen key. Die noem ik hier grote K met een ID sub, zeg maar. Dat is namelijk zijn specifieke kaart key. Nou, stuur die eerste identifier naar de laser. De laser heeft wel de master key, maar die moet natuurlijk kunnen praten met een hele berg kaarten. Dus die ontvangt die identifier en wat doet hij? Nou, hij versleutelt. Dit is gewoon het concept hoe je het zou doen normaal. Het is gewoon je versleutelt met een algoritme. Ja, goed, dat is een goed algoritme daarvoor willen kiezen. Gebruik je master key.
en de identifier. En dan heb je een gediversifieerde sleutel. En dan vervolgens kan je dat gediversifieerde sleutel weer gebruiken om met de kaart te praten. Ja. Wat heeft dit als voordeel? Als deze kaart opengebroken wordt, of weet je, als een kaart gaan met mensen mee naar huis doen, dat soort dingen, dus als iemand er kwaad mee wil, of je vindt hem op straat en je probeert hem bijvoorbeeld uit elkaar te rafelen, dan vind je uiteindelijk een sleutel, maar dan heb je niet de master sleutel, dan heb je maar één sleutel van die specifieke kaart die waarschijnlijk of hopelijk geblokkeerd is. Hoe werkt het nou in iClass? Nou, we beginnen dus weer bij de identifier. Gebruiken ze dan single dashboard. Let wel, het product komt uit 2002. Ik had al gezegd dat DAS misschien introduceert in 77, een trip DAS 81. Dus waarom je zou kiezen voor single DAS nu? De laser heeft absoluut heel veel capaciteiten om een berekening te doen. Dus die zal niet merken in tijd of in een batterij gebruiken. Maar toch is gekozen om gewoon voor een single DAS operatie. Dus de identifier gaat in single, wordt geëncrypt met single DAS. Gebruik maken van een master key. Nou, die master key zit dus in elke laser. Tenminste voor iClass standaard. Dan gaat hij in een ander algoritme. Daar hebben ze er gewoon achteraan geplakt. Volgens vage documentatie hebben we de term hash 0 een keer tegengekomen. Dus we dachten, nou, dan zal dit wel hash 0 zijn. Dat leek een beetje op de omschrijving. En zoals je ziet, we hebben een beetje schematische representatie proberen te geven, maar dit is echt een heel vies algoritme. Ik heb het geloof ik zo meteen nog wel op de slide staan, maar het is, hij doet een beetje in weer. Eigenlijk zou je zeggen, ja, dit hoeft helemaal niet, want je doet toch op desk hierboven. Dus dit is gewoon een niet nodige stap. Wat ze hiermee wel weer, wat ze hiermee wel doen nou uiteindelijk, is die laatste bitjes die je hier ziet. Dus een meest rechterkant, zoals ik net al aangaf, dat als je al die alles keys met alleen maar nulletjes aan het einde zou kiezen, keybytes met nulletjes, dan zou je dus een cijfer of problemen krijgen. Dat proberen ze dus met dit algoritme dan op te lossen, dat ze zorgen dat dat toch een beetje weer gebalanceerd wordt. Maar hiermee hebben ze ook wel weer wat andere fouten geïntroduceerd. En sterker nog, ja, ze hebben het zelf hash 0 genoemd, een hash algoritme. En een hash algoritme heeft normaal gesproken toch wel wat eigenschappen. Dan zou je even terugkomen. Even naar de key diversification van iClass Elite. Die ziet er toch wel wat, wat heftiger uit op het plaatje. Maar goed. Eerst krijg je de identifier van de kaart weer. Die gaat in een soort van algoritme die ze zelf bedacht hebben. Hash 1 dit weer, dat is een andere, dat zou ik wel laten zien. Daar komt, en daar is een soort van, daar komen een paar indices uit. Dus gewoon een paar offsets, lookup offsets, zeg maar. Die dan uit een tabelletje wat gaan selecteren. Nou, het tabelletje wordt opgebouwd door, als volgt, je hebt een master key, een custom master key, want het was iClass Elite, dus je mocht je eigen master key hebben. Nou, je hebt een custom master key verzonnen. Daaruit wordt 16 keer single desk gedaan. Ja, ik weet niet waarom je zegt dat je single desk wil doen, maar goed. En daaruit komt dan dit tabelletje. En daaruit worden dan die plekken gekozen. Wat daar dan uitkomt is dan de nieuwe, de tijdelijke master key die je hebt. En die komt dan weer in dat plaatje wat ik op de vorige slide aangaf. Die komt dus weer hierin. En dan heb je dit hele verhaal weer opnieuw. En uiteindelijk kom je dan toch weer bij de card key uit. Dus het is een flink proces dat het doorloopt. Maar dit zijn de twee algoritmes. Het lijkt misschien niet leuk, maar dat is het niet. Het is gewoon een beetje een paar optellingen en een paar modulo-berekeningen. En een complement of een bitje even rollen, zeg maar. Je hebt een 8 bitjes en dan doe je het laatste bitje schuiven naar voren en dan schuif je de rest eentje op ofzo. Ja, dat is het enige wat we een beetje proberen te doen, een beetje husselen zeg maar met de bitjes. En een hash hoort one way te zijn en collision resistant. Dat zijn een beetje de meetwaardes die we gebruiken in de operatiewereld. Maar dat is hier echt nergens te bekennen. Sterker nog, we hebben al een inverse voor beide algoritmes opgeschreven. Maar de laatste is het niet zo simpel, want er valt gewoon geen wat entropie weg. Dus je kan niet terug naar het oorsprong, maar je kan wel terug naar een pre-image, dus een input, die uiteindelijk weer de output genereert die je zou willen hebben. Ik wil even kijken nog naar dat
Met dit op. Goed weet je. Ja. Ja, dit is dus hoe je die selectie hebt uit het spel. Die hash 2, dus dat is nog een ander algoritme, dat was in ieder geval zo, we hebben die genoemd die deze tabel genereert. Dat is een, ook een, ja, die doet 16 keer test. Gebaseerd op de master key, custom master key. Maar ik hoop dat ik hem, ik heb niet zo heel veel tijd meer, maar ik hoop dat ik toch nog even kan uitleggen hoe je, welke fouten ze gemaakt hebben. Dat tabelletje van net, zoals je die zag, dan zie je dus twee kolommen. En wat eigenlijk alleen maar voor ons interessant is, is de bovenste rij. De bovenste rij bestaat uit twee kolommen. En als we dan eerst kijken naar de rechterkant, hoe wordt die gemaakt? Dan pakken ze gewoon de custom master key, zoals een klant die heeft gekozen of is toebeeld. Dan wordt met de custom master key de inverse van de custom master key geëncrypt. Dus gewoon het complement, maar bit complement. En dat is even een tijdelijk iets, dat noemen we gewoon een tijdelijke key of zo. En de goede kant, de linkerkant van de kolom, wordt daarna geëncrypt met deze tijdelijke sleutel. Tenminste, de output die uit die kant kwam. En die encrypt ook weer het bitcomplement van de sleutel. Maar dat betekent dus dat de blauwe wordt gebruikt om de groene te versleutelen. Nou ja, ja, dus als je in principe dus met de blauwe de groene zou ontsleutelen, dan zou je dus weer terugkomen op de inverse van de key. Als je dat anders op zou schrijven, dan krijg je in de onderste rij. Namelijk de sleutel is de inverse van de des. Nou ja, des, als je des doet, dan heb je een encryptie en een decryptie, dat is precies dezelfde operatie. Dus de inverse van de des van kijk, met deze tijdelijke sleutel. En kijk, als argument dan gewoon de linker kolom. Wat hier dus uit blijkt is dat de bovenste rij dus voor ons interessant is. Maar als we die zouden achterhalen, gewoon wat de volledige bovenste rij zou zijn, dan zouden we daaruit de sleutel kunnen berekenen. Ja, zoals je hier zag, wordt willekeurig uit de tabel wat dingen gegenereerd, of geselecteerd. En die selectieposities die worden weer bepaald aan de hand van hash 2. Nou, wat we dus zouden willen is, we zouden proberen de posities van hash 2, zeg maar de uitkomsten. Wat heb ik nou weer? Wacht even, ik zie ik begin al die hash al even door elkaar gegooid, die is hash van. Ik denk dat de slide nog beter weet dan ik. Kies je identifiers op die manier dat de uitkomst van de hash 1 over de identifier precies de bovenste bitjes uit de bovenste of bytes uit de bovenste rij kiezen. Nou, we hebben dat even gekeken en gekeken of we daar een aantal konden voor konden bedenken. Toen kwamen we met dit lijstje identifier. En dit is geen rocket science, dat allemaal gegenereerd in een paar minuten. Sterker nog, we hadden een paar honderd van dit soort tabellen gegenereerd in een paar minuten. Maar goed, eentje is genoeg. Dus als je even met een apparaatje zoals we hebben, waar gewoon makkelijk te bestellen is online, zoals bijvoorbeeld de Proxmark, deze identifiers naar een laser bij een bedrijfsgebouw stuurt, dan probeert hij te authenticeren. En wat gebruikt hij dan als sleutels? Hij gebruikt sleutels die gebaseerd zijn op selecties uit die tabel, zoals je aan de rechterkant ziet. Nou, we hebben gekozen dat heel vaak dezelfde worden gekozen. En daardoor valt de entropie van zo'n key heel laag uit. En konden we dus heel snel achterhalen wat nou uiteindelijk de inhoud van die twee blokken waren, die groene en die blauwe. Toen we die twee blokken hadden, ja, we gewoon die formule oplossen die ik net op het scherm liet zien, dat je met de een de ander kon decrypten. En dat betekent dus dat je de master key kan achterhalen van een iClass Elite reader. Door alleen maar draadloos ermee te praten. En dan hebben we het dus niet over heel lang, dan hebben we het over minder dan een seconde heb je nodig.
Dus je zou langs zo'n reader op kunnen lopen om informatie te verzamelen. En uit die informatie kun je de master key extraheren. En daarmee kun je zelfs nieuwe kaarten creëren. Aqua Standard, daar hebben we een andere aanval op gevonden. En die, vindt staat ook online. Daar moet je iets meer berekenen om de sleutel eruit te kunnen vissen. Maar ja, goed, de Aqua Standard, zoals ik aangaf, die heeft maar één global master key. Dus dat is niet heel erg. Dat is maar wachten totdat iemand die lekt op het internet. En dan zijn alle systemen eigenlijk gecomprimeerd. Oké, dus ja, even eindigen met dit verhaal. Wat is er aan de hand? We hebben een algoritme wat ze zelf bedacht hebben. En daarbovenop hebben ze nog een diversificatie-algoritme bedacht. En dan voor de klanten die extra veel geld willen uitgeven, hebben ze nog wat extra bedacht. En dat allerlaatste, daarmee maakt ze eigenlijk nog meer kapot dan dat ze daarvoor kapot maakten. En dat is dus ook wel gewoon belangrijk om te beseffen. Want je kunt het ook wel des gebruiken, maar als je het op een verkeerde manier gebruikt, dan ga je volledig nat. En dat blijkt nu wel. Eén keer triple des is zoveel keer beter dan gewoon 16 keer des op een rare manier, zeg maar. De consequenties. Ja, we hebben ze vorig jaar al in november hebben ze hierover ingelicht. En ze zeiden, is heel goed, super. En mooi dat jullie ons van tevoren laten weten wat er aan de hand is. En ik ga ermee aan de slag. En toen hebben we iets later hebben we ineens van hun onderleverancier, dus die de producten daadwerkelijk bouwt, ineens allemaal brieven gekregen van advocaten dat wij patentschendingen zouden doen. Of in ieder geval indirecte patentschendingen. Maar sterker nog, we zouden misschien wel eventueel patentschendingen kunnen doen als iemand onze uitleg zou kunnen gebruiken om dat product van hun eventueel na te maken. Dat was ook weer de brief van een advocaat. Dus ik kan nagaan dat ze hier al zo opgeschreven worden door een advocaat. Maar goed, we hebben zelf ook een advocaat ingehuurd en ernaar gekeken. En die zei, we kunnen hier wel heel hard op inhakken met allemaal verschillende dingen. Dus de beslissing was vrij snel duidelijk dat we gewoon het toch publiceren. We hebben ze toch 4 maanden de tijd gegeven om de klant in te lichten en met een fatsoenlijk migratieplan te komen. Misschien is dat wel, nadat we 2 weken geleden online hebben gezet, kwam dit per bericht ineens naar buiten dat ze een migratie open aanbieden om naar Dashfire te gaan. Dat is een Dashfire geloof ik, die ondersteunt ook AES. Misschien dat ze uiteindelijk de boodschap toch hebben begrepen. Ik hoop het. Dat was het praatje. Ja, nou dat is inderdaad, we hebben eerder zeg maar een onderzoek naar gedaan zonder naar de firmware te kijken. Dus puur naar, dat was vorig jaar al, in augustus hebben we een publicatie over gehad. En dat is hoe je zijn algoritme achterhalen helemaal. Ja, er zaten een paar specifieke dingen in. Omdat het een key update met een XOR had. En daarmee proberen ze dingen toch beveiligd. Ik heb het hier buiten gelaten. Maar dat is wel, het was toch tenminste vanuit ons perspectief wel interessant om naar te kijken. En dat was zonder echt naar de firmware te kijken. Toen dachten we, we kunnen ook gewoon de firmware erbij pakken en daar alles uithalen. Dus dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. We hebben dus ook de firmware erbij gepakt. We hebben ook daarna gekeken. En daar hebben we het algoritme, of echt de encryptie. In ieder geval dat macking algoritme eruit gehaald, en dat is wat ik op ons scherm heb getoond. Dus, Je noemt in je presentatie even het encryptiemechanisme van GSM. Ja. Ik heb eigenlijk afvraag, dat is een hele duidelijke business case voor het klonen van GSM-sims. Namelijk op het moment dat ik jouw GSM-sim kan klonen, dan kan ik gaan bellen, een tolvervoer tegen, tot het moment dat jij bij mobiele gevaar kan zeggen, hé, je rekening is te hoog. Dat is aan de hand. Toch is dat algoritme, dat mechanisme, of whatever het is, wordt al 15, 20 jaar gebruikt, zonder dat er een duidelijke business case is voor kloon dit, want het is geldtechniek. Waarom zien we niet meer om deze activiteit? Nou, ik weet niet hoor, ik weet niet of iedereen de vraag begrijpt, maar waarom wordt GSM niet misbruikt omdat het algoritme hoog gebruikt is? In principe, ik denk dat het al enigszins verklaren is dat GSM een online systeem is. Je kan niet echt bellen als je geen verbinding hebt met een back-office, in dit geval je provider. Dus
Dus die kan heel snel zien of er twee dezelfde sims online zijn. Ja, maar de site provider is niet dat probleem. Dat is bij provider twee bio's. Je kunt gewoon twee, dat zijn twee identieke sims. Ja, volgens mij zijn er twee sims die aan hetzelfde account gekoppeld zijn, maar niet twee met dezelfde sleutels. Daar heb ik mijn twijfels. Dat wil ik eigenlijk wel laten. Hartelijk dank u wel.